Welkom bij een nieuwe video en vandaag is het Blommiepost. Leuk dat je bij mij een video komt kijken. Mijn naam is Belinda en dit is het knutselkanaal Creablom. En ik wil vandaag even laten zien wat voor ontzettend leuke post ik de afgelopen tijd heb gekregen. En ik doe dat ter inspiratie, zodat je zeker in deze periode dat er kerstkaarten en zo worden verstuurd, misschien ja, toch nog wat ideetjes op doet. En daarnaast zijn er een aantal echte Blommieposten binnengekomen, die ik natuurlijk samen met jullie wil uitpakken. Ik vond dit een ontzettend mooie. Ik houd natuurlijk van rood met witte stippen, maar kijk eens wat leuk. Er zit binnenin een klein envelopje waar allemaal leuke spulletjes in zitten. En zo kun je zien, er zit hier dus met een klein washi-tapeje een kaartje waarop staat dat die van Diana is. Hartstikke leuk gemaakt. En ik wil toch even laten zien dat je, het weegt niet veel, maar het is gewoon ontzettend mooi gemaakt. Dus ik wil een aantal daarvan even laten zien. Zoals bijvoorbeeld dit super. Lieve kaartje, moet je kijken en ik denk dat dit met een heel mooi standje van een paddenstoelhuisje en een standje van leuke kaboutertjes is gemaakt. En deze is van Joke en ik vind hem ontzettend leuk. En dit is ook heel leuk om bijvoorbeeld voor kerst te maken, want je zou bijvoorbeeld een muts of de jurk van de kabouter, zou je bijvoorbeeld in kerstpapier kunnen doen. Nou, de volgende die ik wil laten zien is van Ellen. Ellen, die ken ik al een poosje, maar ze is weer helemaal terug in het creatief bezig zijn. En vindt het leuk om kaartjes te maken. En ik was heel erg verbaasd, want dat weet Ellen niet, is dat ik heel erg gek ben van dit papier. Dit papier is een keer te koop geweest bij Kruidvat. Een hele poos geleden, een aantal jaar geleden. En ik heb er nog een paar kleine stukjes van, maar ik koester dat best wel. En toen kreeg ik van haar dit mooie kaartje. En dat heeft ze dus opgebouwd uit verschillende papiertjes die ze op elkaar heeft geplakt. En daar dus gewoon een strook overheen gedaan met deze mooie afbeelding waar een stukje foam onder zit. Maar dan kun je dus zien wat voor mooi effect dit geeft. En dit is dan ook een standje. Maar het gaat er gewoon meer om dat je hoeft helemaal niet heel ingewikkeld te denken om echt een heel mooi kaartje te maken met heel veel effect. Wat ik vind dat dit kaartje is. Dus daarom laat ik deze even zien. Nou, ik hoef jullie niet meer te vertellen dat ik van en kabouters en rood met witte stippen hou. Want dat heb ik heel veel gekregen op mijn verjaardag. Ik kreeg van Elina, nou, daar kreeg ik wel zo'n mooie kaart van. Moet je toch eens kijken. Je kunt hem dus zo openen. Dan is het een trapje. En hier zit dus de vos. En nog een leuke poddenstoel met kindjes. En hier dus de kabouters. En dit is dus de zijkant. Dus eigenlijk is het gewoon twee keer dezelfde mal. Alleen de bovenste mal is uitgesneden, zodat het een trappetje is geworden. Ik vind hem echt prachtig. Ik weet niet of het nu een aparte mal is die je daarvoor kunt gebruiken. Of dat ze dat gewoon zo heeft uitgerekend en zo heeft gesneden. Maar ik vind hem wel super mooi geworden. En zo is dus de voorbeeld. Er zitten ook nog van die mooie plaatjes bij. Heel erg mooi. En er staat nog een verhaaltje van Elina bij. Hartstikke leuk. Maar ik wilde hem toch nog eventjes laten zien hoe mooi deze is. Nou, de volgende die ik wil laten zien is deze. This is your special day make-a-wish. En moet je toch kijken wat een mooi papier met allemaal paddenstoelen erop. Echt heel erg mooi. Ik had het een beetje het idee dat dit papier is van de AB Studio. Dat is een Pools merk. Daar heb ik dit voorbij zien komen. Maar ik weet niet of dat nou zo is. En deze is van Annie. En ja, ik vind hem echt
prachtig gemaakt met al die mooie paddenstoeltjes erop. Maar ook nog een vellum sticker. En hier zitten nog allemaal leuke stickertjes in. Moet je kijken wat prachtig. En hier zit dus nog washi-tape. En hier nog allemaal spulletjes in. Moet je kijken wat mooi gemaakt dat is. En hier zit nog mooie vlindertjes. Super spulletjes om weer te gebruiken. Hartstikke leuk. Deze vind ik ook zo geweldig. Heel erg mooi. Dus ik dacht, nou, ter inspiratie. En dan zie je, nou, dit is eigenlijk geknoopt. Het is gevlecht, om maar zo te zeggen. Het is een jute touwtje en het is hartstikke leuk gevlecht. En dan zie je dus hoe mooi dit is samengesteld. Ik vind hem echt heel prachtig. Terwijl ik zelf niet eens zo van natuurkleuren ben. Maar juist ook door de combinatie met die mooie paddenstoelen vind ik hem echt geweldig geworden. Dan had ik nog dat ik mee heb gedaan met de ronde bij de Facebookgroep Sneeuwmeel Inspiratie NL. En ik kreeg deze leuke post van Gemma. En daar krijg ik hele mooie spulletjes bij. Allemaal uiltjes. Want moet je toch eens kijken wat ik van haar heb gekregen. Dit is de ronde voor de dierenkaart. En ik heb deze mooie uilenkaart van haar gekregen. En ik vind dit een heel goed voorbeeld van een collage. Hoe je dat kunt maken. Oeh, ik zit net een hele slechte nagellak op. Hè? Mijn excuus. Maar goed, de uil. En je ziet, het zijn verschillende plaatjes. Dit zijn stickertjes. Hier staan de woorden, de uil. En het is eigenlijk toch een collage. En toch prachtig gemaakt. Vanuit verschillende boekjes of paperpads. Hartstikke mooi gemaakt. En hier zitten dus allemaal spulletjes in. Ook nog van uilen. Ik vind hem geweldig. En hier zitten nog leuke tapejes op. Dus hij is echt prachtig. En wat ik leuk vind, is hier zit dus een rond plaatje. Die is voor de helft gelijmd, waardoor je een soort flapje krijgt. En in dat flapje heeft ze dus de washi tape gestopt. Zodat je ziet, je hoeft niet altijd een strookje te doen. Maar je kan dus ook iets anders daarvoor bedenken. Ik vind deze super mooi en allemaal extra spulletjes. Maar ik dacht, ik laat jullie het even zien. Dit was dus thema bosdieren. Eigen gemaakte kaart. En iedere maand is er een andere eigen gemaakte kaart. En is natuurlijk hartstikke leuk om te krijgen. En ik kreeg verrassingspost. En het grappige is, Ellen is op dreef. Want ik kreeg deze post van haar. En het is, ze had mijn backflip video gekeken. En toen dacht ze, ik ga het op de zaterdagavond nog even maken. En toen heeft ze mij opgestuurd. Maar moet je kijken wat die leuk is geworden. Het is hartjespapier. En met een leuk vogelkaartje. En er zitten allemaal ontzettende leuke spulletjes in. Ik vind het katje voorop heel leuk. En alles is in hetzelfde thema gehouden. Dus dan zie je dat, ook al zijn het dan niet hartjespullen, maar wel dat het in dezelfde kleurstelling is. En dat vind ik ontzettend mooi. Want dan past het allemaal weer bij elkaar. Dus Ellen, ontzettend bedankt. Dikke bedankjes. Ik ga jou natuurlijk weer post terugsturen. Maar ik wilde het even laten zien hoe mooi het is geworden. Er zitten zoveel spulletjes in. Maar ja, ik wou even laten zien wat een leuke backflip in één kleur. Of eigenlijk twee kleuren, rood en wit. Hoe mooi dat eruit kan zien. Dan heb ik van Willy een kaartje gekregen voor mijn verjaardag. Maar daarbij zat dit als kerstcadeautje. Nou, en als je de voorkant al ziet, dan weet je al dat je mij al hebt. Want er staat en een alpaca op. En er staat een geweldige kabouter op. Nou, het leuke van dit kerstcadeautje is, als ik het open doe, dat er overal twee vakjes zitten. Waar allemaal mooie plaatjes in zitten. Moet je toch eens kijken. Mooie vintage plaatjes. Ik vind deze ook zo mooi.
die ik kan gebruiken op kerstkaarten bijvoorbeeld. Heel erg mooi. Of in je journal om wat te vertellen. Dat vind ik ook erg leuk. En moet je kijken hoe mooi dat dus is vormgegeven door haar. Het is papier, maar heeft ze met het randje heeft ze dat nog gekleurd. En ik weet niet of dat met inkt is of met potlood of met een bijvoorbeeld een stift of zo. Maar ik vind hem echt heel mooi geworden. En nou, Willy, ontzettend bedankt hiervoor. Ik vind het echt prachtig. En zo ziet het er dus uit. En het is toch ontzettend leuk om te krijgen. En ik wil daarmee alleen maar even zeggen van hey, hoe mooie verschillende spulletjes mensen maken. Maar ook allemaal verschillende ideeën. De volgende die ik wil laten zien is van Belinda. En dat is dus mijn naamgenoot. Het grappige is, eigenlijk hebben we elkaar nog nooit post gestuurd. Terwijl we al langere tijd bij elkaar in de groep zitten. Maar dit keer hebben we elkaar post gestuurd voor de eigengemaakte dierenkaart. En dus de bosdieren. En dit is wat ik van haar kreeg. En ik dacht, oh, wat prachtig. Voorop zitten hele leuke wilde zwijntjes. Maar moet je toch eens kijken hoe dat er ook... Oh, hier zit de eekhoorn. Dit is de voorkant. Ik deed het even verkeerd. Wat ik mooi vind, is dat het heel dun vloeipapier is. Waar ze een hele leuke brief op heeft geschreven. Maar ook mooi kijken. Het is oud papier met hele mooie paddenstoelen. En er zitten ook tags bij. En ook echte blaadjes. En nog mooie plaatjes. Maar dan zitten er allemaal flapjes tussen. Waar er dus weer wat aan zit. Of op zit. En ik dacht, misschien is het wel eens leuk om als flipboek ook weer eens even een keer wat andere vormen te laten zien. Want deze heeft ze, even kijken, die heeft ze erin genaaid. Dus deze bladen zitten vast. Dan heeft ze dus dit hier een zakje gemaakt. Ik weet dat dit bijvoorbeeld zakjes zijn voor losse thee. En moet je kijken wat voor leuks je daarvan kan maken. Hier zit dus een stempel op. Met allemaal leuke plaatjes erin. En als je hem zo omdraait, dan hier washi tape. Met die bij het thema passen. En ja, een rood kapje kwartetkaart. Oh, deze is mooi. Echt een vintage kwartetkaart. En hier bovenaan zit nog een hele mooie paperclip. Met een eekhoorntje. Oh. Moet ik hem wel even goed houden. En hier zat het dus tussen. En daar had ze dus een bandje gemaakt. En deze pagina is dus ook weer mooi versierd. En er zit hier nog een labeltje. Daar zitten ook weer wat spulletjes gestempeld tussen. En hier dus nog wat stickertjes. En het leuke vind ik dat ze dat dus met zo'n ponsapparaatje dus op heeft geschreven. En hier verkaderplaatjes. Nou echt, ik weet gewoon bijna niet meer waar ik moet kijken. Zo mooi vind ik het, hoe het allemaal in elkaar zit. En ik heb hem ook even zo bewaard. Ik moet hem nog even op de foto zetten. Ik ben er een beetje laat mee. Sorry. Gemma en Belinda. Want die twee. Dus de uilenkaart. En deze van Barbara. Deze twee komen dus uit de serie van de activiteit. Eigengemaakte kaart Bos. Dieren en nou, ik hoop dat ze binnenkort mijne ook hebben ontvangen. Maar in ieder geval, dit is wat ik van hun heb gekregen. En ik zal het zeker eventjes op de foto zetten. En dan even op de groep laten zien. Want dat doen we altijd. Nou, dan heb ik nog 1, 2, 3 leuke pakketjes. Ik hoop dat je toch deze video's leuk vindt. Wil je dan een duimpje omhoog doen voor mij? Want dat betekent dat je meer zichtbaar bent op YouTube. Zodat anderen die ook aarzelen of die inspiratie zoeken voor sneeuwmeel, dan ook kunnen kijken van hey, nou, wat voor inspiratie ze op kunnen doen bij wat jullie allemaal zelf hebben gemaakt. Hier staat duidelijk op Blommiepost met een geweldig Sinterklaaspapiertje. Ik heb nog niet gekeken, dus ik weet ook niet van wie het is. Het is wel een bekend handschrift. Het zit in een heel mooi, zo'n zakje.
pergamentzakje. Of daar lijkt het op. Ik vind het altijd zo jammer om dingen stuk te maken. Oh, het is meer een papiertje of zo. Er zit wat in. Ik zou bijna denken dat het van Willy is, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, ik ga even kijken. Och, wat mooi. Handmade with love. Och, wat toch leuk. Wat zit er allemaal in? Nou, we gaan hier maar eerst eens even kijken. Wat voor leuks ik heb gekregen. En als je op de envelop zit dat het Blommiepost is, kom je bij mij in de stippenpot. En iedere keer als ik zelf wat maak op het YouTube-kanaal, dan hussel ik in de stippenpost. En dan krijgt iemand hetgene toegestuurd, de sneeuwmeel of de kaart die ik dan heb gemaakt. Oh, wat een leuke stickers allemaal. Ach, wat een leuk plaatje. Kijk nou toch eens. Dat is wel heel leuk. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik heb nu 3 lampen aan, maar het is echt ongelooflijk donker weer. Oh, wat een mooie. Het is een Engeloekaart. Oh, ja, ik herken dit meteen door de manier van hoe het is. Zeg ik dat goed? Ja, het is een Engeloekaart. Wat een mooie. Met de kabouter. Zelf getekend. Dikke kus door de brievenbus. Oh, hallo Belinda. Ik zag deze mooie kabouterkaart in de webshop en ik heb hem voor jou gekocht. Ah, wat lief. Ik vond het weer eens tijd om jou lekker te verwennen met gezellige post. En ik hoop dat je er blij mee bent. Hele mooie dagen gewenst. Lief Willy. En de poesjes kun je hergebruiken. De poesjes. Oh, dat is hier, denk ik. Oh, maar wat een mooi kaartje. Wat leuk dat ze dat zelf heeft getekend. De vogels op een stokje. Heel erg leuk. Superleuk. Nou wil ik er nog even bij zeggen dat Willy... ik zeg nooit de achternamen, maar bij deze ga ik het wel zeggen. Want ik wil wel een beetje reclame maken voor Willy. Willy maakt prachtige dingen. Willy Rikkers. Je kan haar vinden op Facebook. En Willy verkoopt haar spulletjes voor de Cleanie Clowns. En moet je kijken wat een mooie labeltjes hierin zitten. Oeh. En ja, ik ruik altijd even, want het is volgens mij koffie. Dat het dus zo donkerder wordt. Of misschien doet ze dat wel met wat anders. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ach, kijk eens, wat een leuke poesjes. Oh, wat leuk. Hey, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Hier zit zo'n venstertje op. Apart venstertje zit daar nog apart op. Maar ik zit er even te kijken. En die zit er opgeplakt. Heel leuk gedaan. En het is dus eigenlijk een... oh, kijk, kijk. Oh, nou, het kan gewoon open. Oh, hier zijn die venstertjes. Wacht even. Aan de kant. Oh, wat een leuke venstertjes. Ik hoop dat het goed te zien is. Erg mooi. Ik weet niet of het nou stickers zijn of niet. Maar ik vind ze heel mooi. Mooie een soort ja, grote postzegels als stickers. Heel erg leuk, Willy. En kijk, het is een papiertje. Wat is dubbel gevouwen. Waardoor je 2 vakjes krijgt. En daar zit dit dan in. Wat weer leuk bedacht van Willy. He, en dan kun je dat hierin doen. Ze heeft daar 2 vakjes. Het is eigenlijk een mini backflip wat ze heeft gemaakt. En ik moet zeggen, ik vind hem prachtig. Dankjewel Willy. Dikke bedankkus. Voor iedereen natuurlijk een dikke bedankkus. Ik kus wat af. Vind ik alleen maar fijn. Ik leg dit even aan de kant. Want dat wil ik natuurlijk nog even laten zien straks. En dan heb ik dit gekregen. En aan de envelop te zien, weet ik gewoon al van wie het is. Want er is 1 iemand die mijn liefde voor gekke kleurcombinaties, lekkere felle kleuren en een beetje kitsch heel erg deelt. En dat is Angelique. En zo nu en dan sturen Angelique en ik elkaar post. En ik heb voor mijn verjaardag dit dikke pakket van haar gekregen. Nou, dat is toch niet normaal meer. En wat zit er allemaal in? Deze hele mooie, even kijken, breads. Worden, nou, het zijn strassteentjes, maar deze vind ik ook zo leuk, want die zijn van Vilt, zie ik.
Heel erg leuk om te gebruiken bij je kaarten. En ook zeker de komende tijd. Want, rapapa, rapapa. De komende weken ga ik iedere keer een kaart laten zien als voorbeeld. Ter inspiratie wat je zou kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld je kerstkaarten. En de eerste die ik laat zien is een shakerkaart. En ik laat zien hoe je dat op een hele makkelijke manier zou kunnen doen. Oh, wat een leuke stickers allemaal. Oh jeetje, Angelique, wat verwen je me. Oh, wat vreselijk leuk zeg. Oh, wat mooi. Ach, wat leuk. Kijk eens, pauwen. Allemaal leuke dingetjes voor in je drinken. Oh, wat gezellig. En ach, er zitten hier nog meer in. Jeetje, Angelique. Oh, leuk, washi tape. Oh, daar ben ik blij mee. Want ik vind het altijd leuk om wat verschillende washi tape te hebben. En ik heb een aantal, heb ik hier niet van. De leuke luipaarden, paarden. Deze macarons, deze niet, dus lintjes niet, het heelal. Maar ook deze leuke met de panda's, de goud. Nou, moet je kijken, wat leuk. Deze ook, die is ook leuk met een tijgerkop erop, zie ik. En leuk met streepjes. Oh. En dit zijn allemaal stickers met stippen. En dan deze nog. Oeh, die vind ik ook erg mooi. Oh, en deze met de vogeltjes. Nou, wat een verwennerij zeg. En een mooi kaartje. Een vormkaartje. Vind ik altijd heel erg leuk. Dit is een van een poesje. In een soort lichtbol. En een air refreshener. Maar dan in de vorm van een lama. Nou, dat is toch geweldig. En dan krijg ik nog deze mooie stickers. Girls. Girly. Leuke stickertjes zeg. Heel leuk. En nog meer. Oh, deze zijn ook prachtige hartenstickers. Maar dan met een reliefje erop. Jeetje, wat word ik verwend zeg. Ik begreep dat dit nog voor mijn verjaardag is. Maar ik vind het gewoon echt te gek. Ik ken deze niet. Deze zijn van de HEMA. Wat een leuke apenstickertjes. En deze leuke met vogeltjes. Heel erg leuk. Ach, nog meer. Oh, kijk. Oh, dit is van het circus. Oh, dat vind ik leuk. Want ik hou heel erg van het vintage circus thema. Het staat op mijn lijstje om daar eens een keer wat mee te doen in een video. Maar deze vind ik dus super leuk. Dit is een kaart. Ook altijd leuk, een kaart. Even kijken hoe we dat open gaan maken. Oh, wacht. Hey, hartstikke leuk. Allemaal mooie stickertjes. Ik hou er zo van. Ach, moet je kijken. Helemaal gefeliciteerd en ook nog in leuke kleurtjes allemaal. En het is van Angelique. Superleuk. Echt. En een stevige knuffel. Nou, heel erg leuk. En leuke spookjestape. Super hoor. Ach, nog meer. Jeetje, wat word ik verwend. Dan zit hier nog een soort wasje in. Oh, met de spookjes. En oh, die is ook leuk. Met de huisjes. De eenhoornspulletjes. En hier nog eenhoorn. En oh, dat is, die kun je een foliumballon kun je opblazen. Dat ga ik een keertje doen. Oh, dit vind ik leuk. Een schrijfblokje. Van Helene van Tillert. Tillert. En dat is een plantenthema. Erg leuk. En de voor- en de achterkant. Oh, daar heb je dus een andere. Dit is een meisje in de... Hoe heet dat? In een stoel. En dit is een plantenkas. Super leuk zeg. En dit. Oh, dat is zo'n leuk geduldspelletje. Wat een gezellige spulletjes. Allemaal mooie servetjes. En nog een kaartje. Kauwgomballen, een kwartje. Ah, oh, wat een lief kaartje. Die kan ik nog iemand weggeven. En, een lekker facial sheet mask. Nou, die ga ik zeker uitproberen. Nou, Angelique, ik ben er gewoon stil van. Ach, nog een zakje. Ik ben er gewoon stil van. Jeetje, wat heb jij mij verwend? Dat is echt niet de bedoeling, hoor. Ik vind het wel heel leuk. Dat moet natuurlijk, wat moet je kijken, mooi lintje. Oh, wat een lieve afbeeldingen. En nog een mooi gehaakt
Lintje, bandje. Vind ik ook erg leuk. Nou, dankjewel. Dikke, dikke, dikke bedankus. Wat ontzettend leuk. En dan wil ik afsluiten met iets bijzonders. En als ik wil afsluiten met iets bijzonders, dan bedoel ik namelijk iets van de Sinterklaas. Hè? Want het is natuurlijk het Sinterklaasweekend. Tenminste, dat is het weekend dat ik deze video upload. En we hadden een Sinterklaaskaartactie op de groep. En dan kon je elkaar een Sinterklaaskaart sturen. En ik kreeg 1 kaart al binnen. En ik vond hem zo leuk dat ik dacht, ik laat hem jullie even zien ter inspiratie. Want het is weer een ander iets dan ik al wel eens eerder heb laten zien. En dus namelijk van Monika kreeg ik deze kaart. En moet je kijken hoe mooi deze is. Hij is een beetje breed. Het lijkt een beetje een ovaal, een ei-vorm. Maar kijk eens wat leuk. Dus het is eigenlijk een wiebelkaart. Maar dan wat breder. En wat een mooi papier is dit. Aftellen tot 5 december. En hier schoentjes zetten, pakjes uitpakken. Dat zijn allemaal stempels. Superleuk. Even kijken. Hier zitten nog allemaal, oh, chocoladeletter. Er zitten allemaal nog stempelafdrukjes in. Heel erg leuk. En ik vind het kaartje zo mooi. En hier staat allemaal achter chocola, pakjesavond, Zwarte Piet. Of Piet moet je zeggen tegenwoordig. Sinterklaas. Heel erg leuk. Zitten nog wat andere. Oh, lekker volgens mij. Is dit chocola, karamel, zalt, oh lekker zeg. En nog deze mooie Sinterklaas sticker. Hoi Belinda, wat leuk dat ik weer eens een keer een kaart voor jou mag maken. Ik heb gelijk een nieuwe die van Studio Light uit kunnen proberen. Ik hoop dat die in de smaak valt. Ik denk dan dat dit de nieuwe snijmal is, of die noem je hem. En dat is deze, denk ik. Dat je hem dus zo maakt. Och, en er zitten nog aparte bij met de B en de S van Sinterklaas. Wat een mooie. Hoe heet dat? Is dit? Oh, leuk. Mooi zakje. Van Sint en Zwarte Piet. En nog leuke stickertjes erin. Er zit nog mooi tape in. En dan deze nog. Oh, surprise, 5 december. Hé, hey, dat is met zilver stempelinkt. Dat vind ik wel heel bijzonder. Oeh, kijk, leuk. De mijter. Een mijter. Nou, dat is leuk. Ik heb haar al een kaartje gestuurd. Dus, en hier, liefst van Sint, cadeautje. Heel leuk. Washi tape. En dan deze. Oh, wat mooi. Superleuke spulletjes. Dankjewel. En ik ga daar even natuurlijk een foto van maken voor op de groep. Maar ik wou hem toch even laten zien. Omdat ik het weer een hele mooie, andere manier vind. Van de snijmal. En ja, hij ziet er zo prachtig uit. Ik vind hem echt heel erg mooi geworden. En ik denk dat dit de snijmal is die ze bedoelt. Ik vind deze ook zo leuk. 5 december. En hier is Zwarte Piet nog. Erg leuk allemaal. En ja, dat is Monika wel toevertrouwd. Want die maakt prachtige dingen. En soms verkoopt ze ook wel eens stempelafdrukjes en zo op sneeuwmeel spullenverkoop. En de link daarvoor vind je onderin de beschrijving. En daar kun je Monika wel vinden. En Willy verkoopt daar ook wel eens. Willy Rikkes, waarvan ik het net liet zien. Dus dan heb je meteen een goed adresje voor leuke sneeuwmeelspulletjes. Nou, dit was het voor nu. Ik hoop dat je een ongelooflijk leuk weekend hebt. En dat je een beetje geïnspireerd bent door al deze verschillende vormen van kaarten en sneeuwmeels. Mijn hele tafel ligt bezaaid. En dat je toch een beetje het idee hebt van, hey, wat voor verschillende mogelijkheden er zijn. De volgende video is dus een video waarin ik ga bespreken
of uitleggen hoe een shakerkaart kan worden gemaakt. Dus ben je nog geen abonnee, abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal. En volg mij anders ook even op Instagram of Facebook. Nou, ik wens je een heerlijke dag, een fijne avond en tot de volgende keer. Toedeloe!